En dan spookwoningen. Dat zijn woningen waar de energiemeter doorloopt terwijl er niemand op het adres staat ingeschreven. Vaak gaat het om panden waar bijvoorbeeld een wietplantage, een drugslab of illegale bordelen zijn. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er in de gemeente Wijchen maar liefst 40 van deze spookwoningen zijn. Reden voor de fracties van Wijchen Lokaal en Kernachtig Wijchen om schriftelijke vragen te stellen. Nou ja, we hebben het onderzoek opgepikt wij zien het belang voor de woningmarkt zien wij in. En tegelijkertijd denken we dat die criminaliteit een stuk minder kan en willen we ook weten hoe groot is dit probleem nou in Wijchen. In andere gemeentes is het natuurlijk een probleem en dat is al bevestigd, maar wij willen dus ook weten hoe groot of wat speelt er nou hier in Wijchen. Het zijn er 40 en dat weten wij omdat er een landelijk onderzoek is gedaan door RTL Nieuws. En die hebben die cijfers gepubliceerd bij hun op de website. Deze spookwoningen hebben ook invloed op de woningmarkt. Ja, dat vind ik van wel. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk. 40 woningen die kunnen natuurlijk ook naar mensen gaan die op dit moment thuis wonen of een woning zoeken. Dus vandaar vind ik het heel belangrijk dat die 40 woningen ook beschikbaar komen voor mensen die naar een woning op zoek zijn. Wijchen Lokaal vindt dat de gemeente hier meer aan moet doen. De gemeente moet in ieder geval controleren of dat er zulke hoge energierekeningen zijn en waar dat door komt. En we moeten hier scherp op zijn dat de gemeente de samenwerking met de andere partijen die hier betrokken bij zijn scherp zet. Zodat we dit probleem kunnen oplossen. Maar spookwoningen weren, is dat wel mogelijk? Het is echt een hele lastige vraag. Kunnen we iets aan spookwoningen doen? Ik denk het wel. Maar ik denk wel dat het een heel moeilijk probleem is. En dat we daar dus op de juiste manier mee om moeten gaan. En de eerste stap ligt bij het college. En wij moeten natuurlijk op toezien dat dit goed gebeurt. En dat het er over de tijd natuurlijk een stuk minder worden. Dat is eigenlijk ons doel. En het hoofddoel is natuurlijk zorgen dat al die woningen beschikbaar komen voor mensen die woningzoekend zijn.